Eind 2017 besliste het Vlaams parlement over de oprichting van een parlementaire televisieomroep. De omroep kreeg als naam Vlaamsparlement.tv mee. Een onderdeel van de opdracht is duiding van het parlementaire werk via interviews, debatten en reportages. Om dit praktisch mogelijk te maken, krijgt Vlaamsparlement.tv nu in de gebouwen van het Vlaams parlement een opnamestudio ter beschikking. Gastheer en presentator Sven De Leijer leidt de ceremonie in goede banen. Van harte welkom. Het is een belangrijk en plechtig moment vandaag. We gaan de officiële start geven aan Vlaamsparlement.tv. Dus beste kijkers, ook jullie van harte welkom. Beste genodigden, allemaal van harte welkom. Voorzitter, ministers, parlementsleden, mag ik beginnen met jullie allemaal te feliciteren, want jullie zitten in mijn jaaroverzicht. Proficiat, dat is op zich al een mooie stap om dit politieke jaar samen te beginnen. Ik ben geweldig blij en ook enorm fier dat ik hier vandaag mag staan. Want ik ga het zeggen zoals het is. Ik ben hier ongelooflijk graag. Ik zie er vandaag een aantal parlementsleden zitten dat ik hier amper of nooit zie. Dus ook jullie van harte welkom. Het zijn er ook een paar die hier ook vandaag niet aanwezig zijn. Dus ik hoop dat hun woord wordt doorgegeven. Er zijn nog stoelen vrij. Ik ben hier blij, ik ben hier graag. En ik vind het vooral altijd tof om jullie bezig te zien. Ik zie jullie echt graag aan het werk. Op televisie, maar ook hier in het echt. Maar vanaf nu dus niet meer alleen in het journaal of af en toe een stukje van Villa Politica, maar vanaf nu integraal op televisie. Jammer genoeg zonder Linda de Win. Dus eigenlijk, ja, Linda de Win gaat er bij Vlaams Parlement TV niet bij zijn, dus eigenlijk is het een win-de-win situatie voor iedereen. Ik had ze hier verwacht, maar zie je, ik ben oprecht blij dat Linda de Win bij ons bij de VRT blijft, want moest ze bij jullie komen, zijn wij ze kwijt en we moeten uiteraard aan de subsidies denken. Maar ik ben blij dat ik hier mag staan en ik ben ook heel blij dat ik iemand mag voorstellen, dames en heren. Iemand die zo meteen het woord gaat nemen. Het is niet zomaar iemand. Ik zou graag van jullie allemaal een hartelijk applaus vragen, dames en heren. Aan de voorzitter van de jury van mijn chalet en in bijberoep ook voorzitter van dit parlement. Dames en heren, Jan Peumans. Nog één ding, meneer Peumans. Ik heb voor u ook nog een catalogus mee om de chalet te kiezen voor dit jaar. Dus u kan op uw gemakjes kijken, laat maar weten welke chalet u graag wilt. Vlaams Parlement TV is natuurlijk al langer begonnen. Want we hebben vorig jaar in de plenairvergadering van november hebben we de nodige middelen vrijgemaakt voor een eigen omroep. En in januari hebben we daar de eerste resultaten van kunnen bewonderen op het scherm. Nu, met onze eigen omroep treden we uiteraard in de voetsporen eigenlijk van wat heel andere parlementen in Europa ook doen. Hè. Of u nu naar Wales gaat of naar Schotland, of u gaat naar de Bundestag of ik weet niet naar welk parlement. Al die parlementen, ik weet zelfs in Finland, ik herinner me toen wij een keer op studiereis waren met de commissie Economie, denk ik, in Finland. Dat was dus ook uitzending, dat was ook een parlementaire tv, maar ik ben na 10 minuten in slaap gevallen op mijn hotelkamer. Want die Finnen die spreken achter elkaar en die onderbreken elkaar niet. Dat is eigenlijk natuurlijk wel ideaal, dat zou hier in het parlement natuurlijk ook moeten kunnen. En wat mij eigenlijk opviel, die zenden gewoon alleen uitsluitend heel de debatten uit. Dus... ik denk niet dat er veel Finnen gekeken hebben naar die uitzendingen. Maar in ieder geval, het is eigenlijk op zichzelf de inspiratie hebben we eigenlijk ook voor ook onze commissievergaderingen, die dus nu ook te volgen zijn via livestreaming. Eigenlijk hebben we toen, ik dacht onder leiding van Marleen van der Poorten, zijn we een aantal jaren terug zijn we in het Catalaans parlement geweest. En het Catalaans parlement had dat systeem eigenlijk ook al van dat al de commissievergaderingen, één, dat je die kon volgen en twee, je kon je dus ook abonneren om te weten hoe vaak komt Sven De Leijer, hoe vaak komt hij op televisie. Dus, maar ja goed, dat was natuurlijk niet de bedoeling dat ik dit hier zou zeggen, maar wat ik vooral zou willen zeggen is, men had natuurlijk de mogelijkheid om een volksvertegenwoordiger die in de commissie X, Y of Z de nodige vragen of debat aanging, dat je die dus op een of andere manier kon volgen. En ik denk dat we het feit dat het parlement nu, met dank natuurlijk aan de stuurgroep, met alle politieke partijen die daarin vertegenwoordigd waren, ik denk dat we deze optie nu genomen hebben dat de parlementaire tv-zender zichzelf zal moeten bewijzen dat, niet waar meneer Verduin, dat u meer publiek zult aanspreken. Want de afspraak is heel duidelijk gemaakt dat wij in september over zullen gaan tot een eerste evaluatie. Maar ik denk dat de stuurgroep tussentijds in mei bij elkaar komt.
meneer Caron, u die de grote voorzitter bent van die stuurgroep. Oh nee, ik ben dat, sorry. Jij waart van, ja. Nee, dat maakt ook verder niet uit. Maar goed, het is in ieder geval de missie van de parlementaire televisieomroep die luidt: het is een omroep die bijdraagt tot de democratie door op professionele en creatieve wijze de transparante werking van het Vlaams parlement als democratische instelling te tonen aan alle kijkers. Einde citaat. Dus ik denk dat daar ook een kans ligt voor al onze volksvertegenwoordigers. Want hier staat, dus ik lees letterlijk voor, ik heb dat zelf niet geschreven. Dus voor al wie niet in de gratie valt bij Linda de Win en Villa Politica, dubbel punt, grijp uw kans en zorg dat u goed toekijkt hoe ik straks de weg wijs naar de nieuwe opnamestudio. Dan kent u de weg naar de camera en naar meer schermbekendheid. En ik denk schermbekendheid, tegen wie vertel ik het? Welkom meneer de minister, veel fijn dat u ook naar... dat u naar het parlement komt, vinden, dat waarderen wij ten zeerste. Maar ik denk dat voor een aantal volksvertegenwoordigers die bij Linda de Win niet in de gratie vallen, denk ik dat onze parlementaire zender, dat die daar voor een groot stuk aan tegemoet kan komen. In ieder geval ter afsluiting. Ik hoop dat ons Vlaams Parlement TV dat die iets heel anders wordt. Dat die wat dat betreft het parlementaire werk van de volksvertegenwoordigers, dat hij dat op een heel duidelijke manier naar buiten uitbrengt. En niet door natuurlijk urenlang, niet waar, commissievergaderingen zo uit te zenden, maar daar zijn dan een aantal duidelijke afspraken over. En ik denk, meneer Verduin, samen met uw medewerkers, dat het aan jullie is om die permanente vernieuwing ook in de programma's te verwerken. Daar horen natuurlijk uiterlijke kenmerken bij en die nieuwe studio die we zo dadelijk gaan inhuldigen. Maar ook de vernieuwing natuurlijk van het format, zoals dat in goed Nederlands heet. En ik wens daarom Vlaams Parlement TV daartoe veel inspiratie en ik hoop dat hun nieuw onderkomen daarbij veel diensten zal bewijzen. En het grote voordeel is, hebben ze mij gezegd, als er een nucleaire aanval is, door het feit dat u in de kelder zit, kun je dus verder blijven uitzenden. Dat is natuurlijk ook een bijkomend voordeel. Maar in ieder geval, namens de parlementaire gemeenschap wens ik u daar heel veel succes. En ik wil toch nog een keer de volksvertegenwoordigers die in de stuurgroep gezeten hebben, die wil ik toch nog een keer onder leiding van Bart Caron, die wil ik toch nog eens heel duidelijk bedanken voor de volharding. Niet iedereen was altijd even constructief, maar ik ga je geen namen noemen. Ik kijk even in het rond. Nee, niet waar. Niet constructieve zitten niet op de tweede rij. Niet waar, meneer Caron. Op welke rij zitten ze dan wel? We gaan geen namen noemen. Nee, maar ik denk door die bijdrage van die stuurgroep is het eigenlijk toch dat wij over alle partijgrenzen heel, alle zes partijen het erover eens waren. Niet waar, Katja, dat wij, dat wij nu een goede aanzet hebben gegeven voor die Vlaams Parlement TV. En het zal van de medewerkers van Vlaams Parlement TV afhangen hoe het gepercipieerd wordt en hoe het ervaren wordt door de kijkers. En wat dit betreft, meneer... Waar zit hij ergens? Ah, hier. Ik stel voor dat we... Gaat je dat nog een keer doen? Ja? En gaat je mij nog eens uitnodigen? Ik denk het wel. Ja, dan gaat je wel moeten betalen. Hè. Ik zeg het je maar. Hè. Dat is prima. U mij vandaag ook. De voorzitter, dames en heren. Ja, ik onthoud vooral mooie woorden van de voorzitter en ik moet eerlijk toegeven dat ik hier vandaag ook een heel klein beetje naar het eigen belang ben, want ja, ik volg heel veel televisie en bij gevolg ga ik jullie nog meer kunnen volgen dit jaar voor het jarenoverzicht. En misschien moet ik daarom toch nog een aantal tips aan jullie geven, want vanaf nu ga ik jullie nog meer in de gaten houden. Dus zijn er een aantal dingen, ook voor de volksvertegenwoordigers die tot nu toe misschien iets minder op televisie kwamen, zijn er een aantal zaken waar jullie misschien toch rekeningen moeten houden, want vanaf nu wordt alles hier gefilmd. Dat klopt toch, hè, voorzitter? Een aantal dingen die ik niet meer wil zien vanaf dit moment. Voorzitter, even toch de oren spitsen als u wilt. Mensen die zitten te bellen tijdens de plenaire vergadering, stel voor dat we dat niet meer doen. Voorzitter, oké, akkoord? Ook filmpjes bekijken op de laptop. Wij zien dat vanaf nu allemaal. Dus vanaf nu gewoon de gsm's weg tijdens de plenaire vergadering. Iedereen opletten en gewoon meedoen aan het debat. Belangrijk, als u te laat komt... Ik snap, die showtrap, als u langs daar naar beneden komt, dat valt iets meer op als je dat tijdens de plenaire doet, maar dat geeft een slechte indruk. Dus probeer daar ook op te letten om vanaf nu altijd 2:55 spreken we af. Om 2:00 gaat iedereen binnen, klokslag 2:00 wordt er hamerslag gegeven. En beginnen we eraan, voorzitter, oké? Okay? Vous parlez français? Omdat u niet meer antwoordt. Oké, okay. Belangrijk, als u het woord neemt, spreek dan alsjeblieft luid en duidelijk, zodat ik het goed kan verstaan. Let er ook op, een verspreking af en toe mag, dat is sympathiek, dat is ook tof voor het jaaroverzicht, maar zorg er vooral voor dat u altijd dezelfde mening blijft behouden, dat u uzelf nooit tegenspreekt en dat u enkel dingen zegt die de waarheid zijn. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker. Oei, ik zie meneer De Croo twijfelen. Dat was in uw tijd misschien anders, maar natuurlijk, er is vernieuwing aan de gang. Nee, je moet niet rustig zijn. Nee.
Het zal hier rustig worden. Ah ja, oké. Okay. Maar ik kom vanaf nu terug elke week. Dus we gaan daar samen er mooie momenten van maken. Misschien nog één belangrijke tip voor de technische ploeg van het Vlaams Parlement. Niet besparen op de kosten van de verwarming. Zet die chauffage maar goed hoog. We hebben in het verleden al gemerkt dat zo'n appelflaute van tijd tot tijd goed is voor de kijkcijfers. Dan nog één ding, belangrijk voor de Vlaamse ministers. De stoelen waar de Vlaamse ministers op zitten. Ik weet, dat zijn prachtige, flexibele bureaustoelen, maar jullie zitten daar nogal heel vaak op te schuifelen. Wat dat voor de kijker soms voor de nodige zenuwen kan zorgen. En vooral ook, dat geeft van die zwarte strepen op dat murken achter jullie. En het lijkt meer en meer op een uitzending van The Voice. Wat op zich misschien een goed concept zou zijn voor Vlaams Parlement TV. Dat we er af en toe in kunnen wegstemmen. Maar jullie zien maar wat jullie mee doen. Alleszins, we gaan het woord nu geven aan iemand van de VZW Halfrond. Dames en heren, geweldig applaus voor Ludwig Verdaan. Ik heb ze eens geteld, meneer de voorzitter. Dames en heren genodigden. Het zijn er 34. Het aantal videocamera's die hier in dit parlement zijn geïnstalleerd en die dienen om videobeeld te maken. Dus niet de beschermingscamera's of de veiligheidscamera's, maar videocamera's. Het grootste deel onder hen zijn robots. Een ander deel worden gestuurd door regiecamera's, door mensen en hebben een deel toegevoegde waarde in keuzes die gemaakt worden. Ze leveren dus toegevoegde waarde aan uw communicatie van dit parlement. Het mag duidelijk zijn dat het een bewuste keuze is van dit parlement om een communicatie uit te bouwen met integraal begrip van video- en beeldtaal. En dat is een goede keuze. Video is immers uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers van de digitale media. En digitale media, dat zijn wat wij doorgaans sociale media noemen. Maar ik zelf heb geen begrip waarom men iets sociaal zou noemen wat de eigendom is van grote Amerikaanse multinationals, wat eigenlijk commerciële formats zijn. Dus laten we het maar bij digitale media noemen. Bij digitale media houden. Video dus en digitale media. En ik zal u verrassen met een boude uitspraak. Het Vlaams parlement is een voorloper in het gebruik van videocommunicatie. U weet ongetwijfeld dat de redactie van het VTM-nieuws vanuit Vilvoorde zal verhuizen naar Antwerpen om er te fuseren met de redactie van Het Laatste Nieuws en andere tijdschriften. En ook met de redactie van, misschien nog belangrijker, hln.be, een van de belangrijkste nieuwswebsites in dit land. Mediamagnaat Christian van Tielo wil een eengemaakt digitaal product aanbieden met inbegrip van video en die video zal erin centraal staan. Daarom moet die redactie van VTM fuseren met die printredacties. Met alle respect voor iedereen en met respect voor alle groottes van de mensen, maar dit parlement staat dus eigenlijk al een klein beetje verder dan de grootste Vlaamse, ja zelfs Belgische persgroep. Dit parlement integreerde onder impuls van haar directie communicatie video als een volwaardig onderdeel van haar communicatie. Het is misschien nuttig nog eens te onderlijnen dat naast het passieve aanbod aan videomateriaal dat verdeeld wordt via YouTube, via websites en allerlei andere kanalen, dat het parlement ook een eigen push-strategie heeft uitgebouwd. En in het Nederlands wordt dat dan eigenlijk een duw-strategie. In de zin dat dit parlement elke week geselecteerde agenda stuurt naar de regionale tv-stations met dossiers en onderwerpen die in hun zendgebied worden behandeld. En die regionale omroepen kunnen daarop een zelf op maat gemaakt beeld bestellen in dit parlement. Ze krijgen dit toegeleverd via een netwerk van glasvezelkabels, waardoor het rechtstreeks gedumpt wordt, bij wijze van spreken, in hun montagecellen op hun lokale redacties in de provincies. Op die manier werden vorig jaar, in 2017, 190 fragmenten vanuit het parlement naar de regionale omroepen gestuurd en ook door die omroepen uitgezonden. Dat zijn 190 momenten die anders wellicht moeilijker in beeld zouden zijn gekomen op regionale stations, maar dus dankzij die communicatiestroom van het parlement is dat nu wel het geval. 190 wil zeggen dat er gemiddeld iets meer dan één per dag doorgestuurd en uitgezonden wordt in de dagen dat het parlement actief is. Het Vlaams parlement verankerde zijn keuze voor video nu ook met de creatie van Vlaams Parlement TV. Een eigen tv-omroep op de kabel, binnenkort ook op Proximus. Een gewaagde keuze die zowel uitdagingen als potentie inhoudt en die aanduidt hoe belangrijk communicatie voor dit parlement eigenlijk wel is. Met Studio Vlaams Parlement komen er 4 en later nog iets meer nieuwe camera's bij in dit gebouw. Ze zullen hoofdzakelijk dienen om debatten en gesprekken te filmen met parlementsleden en met gasten van dit parlement. Ze moeten drempelverlagend werken naar communicatie toe vanuit commissie en vanuit plenaire zittingen. Nu we het toch over drempelverlagend hebben, digitale media zijn bij uitstek drempelverlagend. Meer zelfs, sommige digitale media zijn ware valkuilen geworden. Mensen die erin sukkelen raken er niet meer uit. Maar dat is eigenlijk een beetje het geval voor alle media.
Vlaams Parlement TV wil ook deze drempel verlagen, de mogelijkheden van digitale media integreren in zijn communicatieflow. En daarbij doet Vlaams Parlement TV ook een beroep op uw politici. Wij vragen u om uw eigen netwerken in te zetten bij de ondersteuning van het aanbod van Vlaams Parlement TV. U kan retweeten wat wij tweeten. U kan doorsturen of gebruiken wat wij op YouTube zetten. Vlaams Parlement TV probeert volledigheid te combineren met een sterke selectie en u kan daar uw eigen voordeel mee doen. Eén ding mag u van ons niet verwachten. Dat is dat we u zelf kunnen overtreffen. Vlaams Parlement TV zet deuren open voor de kijker, biedt een venster op dit parlement, maar we kunnen enkel registreren en weergeven wat hier gebeurt aan democratisch en wetgevend werk. U bent de eindverantwoordelijke voor de inhoudelijke kracht van de werking van dit parlement. Wij zijn de pianist, maar spelen enkel uw partituur. En we hopen dat die partituur verfrissend mag zijn met een deel zelfkritiek, maar vooral met veel overtuigingskracht. Dank u wel. Ziezo, dames en heren, dan resten ons nog twee heel belangrijke zaken. Enerzijds gaat de voorzitter zo meteen het officiële startschot geven van Vlaams Parlement TV in de studio. Maar belangrijk ook, daarna is het wat voor de mensen die hier niet elke woensdag aanwezig zijn, het is vandaag plenaire vergadering en zoals de traditie het wil, heffen wij daarvoor altijd eventjes samen het glas en dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. Maar ik nodig nu eerst de stuurgroep en de voorzitter uit om samen naar de studio te gaan. Dag meneer dames. Hallo. Alles goed? Ik bedenk plots een tv-format voor Vlaams Parlement TV, dames. Film. En als het weer terug naar Oosterweel. Ik denk dat dat heel plezant kan zijn. Maar we zullen zien, alleszins. We gaan nu eerst en vooral naar de studio. Meneer de voorzitter en de stuurgroep mag ik jullie uitnodigen. We gaan meneer het startschot geven. Gaat het nog, voorzitter? Ja, voilà. De stuurgroep mag meekomen. En van het moment dat het startschot, u kan het volgen op de schermen hier, van het moment dat het startschot gegeven is, barst de receptie los, hè. Naar de verf nog. Dan tricolore. Tricolore? Slaat er maar hard op. Jan. 3, 2, 1. Ja. Ik ben er eigenlijk altijd voorstander van geweest. Ik heb dat in het buitenland gezien. Hè. Je hebt in het buitenland de meeste parlementen die ik bezocht heb, die hebben een eigen tv-zender. Sommigen die vullen dat heel sec in, maar ik denk dat wij in dit geval, geïnspireerd op het buitenland, dat wij in dit geval ja, dat er een beetje een speelser en creatiever manier moeten mee omgaan. Laat het parlement zien zoals het is, wie zijn ze, wat doen ze, als je dat soort vragen. En volksvertegenwoordigers die met interessante dossiers bezig zijn, om die voor de camera te brengen, dat denk ik dat dat heel belangrijk is. Ik zal het even uitleggen. Hè. Het is... Ah, Ruin, nog een keer. Is er nog iemand die de website kan? Katja, jij ook misschien? Nee. Nog iemand aan de website? Het is een kleine gezellige studio en ik denk dat van hieruit wel heel leuke gesprekken zullen plaatsvinden. Wat mooi, hè? Zwart, geel, rood. Ja, moet kunnen.